Hoi en welkom bij een nieuwe weekvlog. Vandaag is het woensdag en we hebben even wat bij te praten. Ik had maandag mijn praktijkexamen voor mijn auto en ben daar helaas niet voor geslaagd. Ja, dat vind ik echt enorm jammer. En ik had zo'n ontzettend rot gevoel over het examen en gewoon over het hele gevoel. Want zoals de meeste van jullie weten heb ik wel echt enorme faalangst. En gaat dat bij mij verder dan alleen maar even een examen niet halen. Dus ja, woensdag kom ik thuis. En nee, maandag dacht ik mij niet bellen. Dus ik heb eigenlijk gisteren de hele dag ook huilend in mijn bed gelegen. Ja, ik vertel ook gewoon even hoe het is. Open en eerlijk. Ik kwam er gewoon even niet meer uit. Voelde me heel erg rot over gewoon het feit dat ik gezakt ben. Ik had het ook niet echt zien aankomen. Omdat ja, de rijles ging altijd heel goed. En het examen zelf. Ja, daar heb ik gewoon nog steeds wel een beetje een apart gevoel bij. Want aan de ene kant ging het wel heel goed, maar aan de andere kant ook weer heel niet. En de les daarvoor was ik heel zenuwachtig. En tijdens het examen viel het eigenlijk wel mee. Ik zat er lekker in op mijn gevoel. Maar toch gingen er gewoon een aantal dingen ook niet helemaal goed. En nou ja, lang verhaal kort, ik ben dus gezakt. En ik mag pas eind september weer. Dus dat moet nog even wachten, helaas. Ik dacht, misschien kan ik binnen 2 weken weer. Maar nee, de wachttijden zijn gewoon steeds enorm lang. Dus vanochtend werd ik wakker en ik had gewoon even mezelf een schop onder mijn kont gegeven. Ik dacht, geen zelfmedelijden meer, we gaan er weer voor. Dus ik dacht, ik ga even gezellig mijn make-up doen. Want ik heb hier een beetje een nieuwe routine ontwikkeld. Dus die gaan we gewoon lekker doen. Ik heb nog wel een leuke week voor de rest voor de boeg. Dat is leuk. En vanavond afsluiting van mijn opleiding. Van het eerste jaar. Dus we gaan met de hele opleiding bowlen vanavond. En daarna op stap. En morgen hebben we een barbecue waar ik dus al vroeg heen moet. Want wij doen zeg maar de organisatie. Dus ik doe de boodschappen, de aankleding, de versiering, alles. En dan hebben we een barbecue met onze klas en wat docenten. Wat super leuk is. En vrijdag ga ik naar de Elvis film. Yay. En ja, dit weekend heb ik ook wel gewoon leuke dingen op de planning staan. Dus in principe een leuke week. Alleen met een heel erg vervelend begin. Maar goed. We gaan lekker make-uppen. Ik begin met 2 producten die ik onlangs ontdekt heb. Dit is van de Max Factor Facefinity All Day Matte Pen Stick. Dat is een foundation stick. En er zit een... Oké, nou ja. Zoals ik al zei, een product die ik net ontdekt heb. Een foundation stick van Max Factor. Ze zijn alleen te koop bij de Action. Maar goed. Dat is niet te min. Ik heb hem in 2 kleuren gekocht, want je kan niet swatchen. In kleur 44 Warm Ivory en de kleur 32 Light Beige. Alleen Ivory is altijd lichter dan beige in de shade range. Alleen de nummers, zeg maar, Ivory is donkerder dan beige. Terwijl als je een shade range hebt, is Ivory altijd lichter dan beige. Maar als je naar de nummers kijkt, is Ivory donkerder dan beige. Dus ik heb ze daarom beide meegenomen. Ik dacht, ja, ik moet dit even weten hoe en wat. Ivory is dus veel te donker voor mij en dit is eigenlijk veel te licht. Dus ik mix ze. En dan heb ik de perfecte shade voor mezelf. En ik begin dus met de Shine Control Primer. Even kijken welke ik nu heb. Deze. En dat is gewoon een stick waar een primer product in zit. Dus ja. En dat doe ik gewoon zo. Over mijn gezicht. Waar ik ook het meeste glim. En dat is echt hier. Want ik heb echt een hele vette huid. En ik heb nog steeds niet dat ik denk, ja, nu blijf ik echt de hele dag mat. Ik heb wel echt hele goede producten. Want ik gebruik hiervoor altijd de foundation van Lancôme. En die is fantastisch. Maar ja, ik zal even mijn spiegel erbij pakken. Mijn spiegel zit ik hier. Onder de camera. Dus als ik naar beneden kijk, dan weten jullie waarom. Dus dit doe ik gewoon lekker zo. En dan pak ik de foundation. En die
Ik heb gewoon zo op mijn hoofd. Deze is dus de lichte kleur, de beige. Die is iets te licht, zoals je kan zien. Maar ik werk gelukkig ook nog met bronzer en dergelijke dingen. Dan maak ik de donkere kleur en die doe ik eigenlijk gewoon een beetje zo doorheen. Zodat ze een beetje gemixt worden. En dan ga ik dit uitblenden met mijn Beauty Blender. De foundation kost 3 euro. Meid, ik heb nu gewoon echt een foundation van 50. Al koop ik die altijd in de bonus, in de sale. Dan is die vaak 30. En dat vind ik ook wel nog te doen. Maar ik zag dit en ik hou gewoon van foundation sticks. Ze zijn gewoon vaak heel fijn in de omgang, mag ik zeggen. In gebruik. En vooral als je een vette huid hebt, zijn vaak foundation sticks het beste wat je kan hebben. Alleen ik heb toen in Kruidvat en Ethos gekeken en op de Boozy Shop en de make-up must-haves en elke zij die er is. En er zijn gewoon bijna geen sticks meer in de verkoop. Maar goed. Dat is oké. Hij is ook heel natuurlijk. Oh, ik ben wel een beetje wit op camera. Dan zie ik het echt nou weer niet in het geval. Maar hij is wel natuurlijk. Ik ben benieuwd zo meteen hoe het eruit ziet in de edit. Want ik zit te editen en ineens denk ik, wow, wat is dit? Oké, vervolgens pak ik mijn concealer voor iets meer dekking onder de wallen. Waarom lijk ik zo wit op camera? Dit is echt niet oké. In ieder geval jongens, ik weet niet hoe jullie dit zien. Ik ga dit echt pas terugkijken in de edit, maar ik heb dit niet in mijn spiegel. Maar goed, ik doe een beetje concealer onder de donkere kringetjes van de slapeloze nachten. Vanaf het gepieker. Damn it. Beetje zelfspot. En dit blend ik ook weer uit. Ik moet alleen onder mijn ogen voor een beetje extra dekking. En voor een lekker wakker gezichtje. En dit poeder ik af met de all-time favorite poeder van Catrice. Ik heb heel lang die van MAC gebruikt. Maar ik merkte toch dat ik iedere keer weer een beetje teruggreep naar deze. Omdat deze houdt mij wel echt het aller matst de hele dag. Zeg maar, meestal heb ik bij poeders dat ik dan echt 2 touch-up nodig heb om het glimmen weg te halen. En bij deze vaak maar 1. Dus dat is amazing. En die poeder van MAC heb ik gewoon in mijn tas voor een touch-up tegen het glimmen. Maar mochten er nog meiden zijn met een vette huid, hoor ik heel graag je tips en tricks hoe jij het allerlangst mat blijft. Dan gaan we naar wenkbrauwen en daarvoor gebruik ik eerst dit borsteltje van Essence om even mijn wenkies wat door te borstelen. En dan gebruik ik van ook Essence dit wenkbrauwborsteltje. Gewoon een schijnafsnede kwastje. En dan gebruik ik het welbekende Catrice eyebrow kitje. Dit is helemaal ook al eraf, want ik heb hem al heel lang. En dan gebruik ik de donkerste kleur. En eigenlijk vul ik gewoon mijn wenkbrauwen in. Ik doe er niks anders mee. Ik hou gewoon mijn eigen vorm aan. Ik heb ook niet een hele speciale techniek. Ik vul ze alleen een beetje in. Ik had echt vroeger zo'n soort van obsessie met mijn wenkbrauwen. Dat ik ze echt zeg maar gelijk wil hebben. Echt zeg maar, wenkbrauwen zijn tweeling. Of zijn zusjes. Geen tweeling, maar toch wou ik echt altijd die tweeling laten lijken. Echt van die Insta brows, weet je. Dat ze echt super gelijk en strak waren. En dan ging je er helemaal omheen met concealer. Om het nog strakker te maken. Want het was dan weer helemaal geweldig. Helemaal in. En dat deed iedereen. Nou ja, dat heb ik nu echt niet meer. Ik ging ook vroeger gewoon naar school met echt dikke ooglooks. En weet ik veel. Dat ik echt dacht, meid, wat deed jij? Maar make-up was toen echt mijn passie. Ik had echt gewoon 2 kasten vol. Ik kocht elk product wat los en vast zat. Ik keek elke video van Vera Camilla en Beauty Gloss.
En Lies Lotte. Echt elk make-up product dat zij gebruikte, dat kocht ik. En oh, het was echt een dikke obsessie. En nou vind ik het gewoon heel leuk om gewoon met make-up bezig te zijn. Op een normaal level. En ja, alleen voor een feestje ga ik nog wel even lekker uit mijn bol. Dat ik denk, oh, ooglookje hier, ooglookje daar. En zoals vandaag heb ik dan dat bonus. Dan vind ik het ook leuk om vandaag even iets extra's te doen met mijn make-up. En dan borstel ik het een beetje door. En dan zet ik het vast met deze transparante gel van Catrice. De Lash & Brow Designer. Nou, die was ooit transparant, maar eenmaal in gebruik is dat weer anders. En dan zijn dit de wenkies. Ik probeer het zo vaak zo natuurlijk mogelijk te houden. Voor bronzer gebruik ik deze grote fluffy afgesneden, schuin afgesneden fluffy kwast voor een bronzer. Hij is van de Primark. En ik gebruik deze bronzer van MAC. Dit is de bronzing powder in de kleur matte bronze. Dus een matte bronzer. En die heb ik al flink afgeslonden. Zoals je kan zien. En ik breng gewoon een beetje wat warmte aan. Hier. Vroeger deed ik ook echt zo'n hele sterke contourlijn. Want oh, dat was zo mooi. Even een beetje bij mijn voorhoofd. En dan zie je dat er al een stuk warmte is in het gezicht. En dan pak ik een schuin afgesneden. Een klein fluffy kwastje. Dat is deze van de Boozy Shop. En dan ga ik een beetje langs mijn neuscontour. Want anders heb ik zo'n witte neus. Het is gewoon belangrijk dat je alle warmte die je aanbrengt in je gezicht, dat het een beetje in gelijk staat met elkaar. Dus nu heb ik een neuscontourtje. En voor blush gebruik ik de Real Techniques Blush Kwast. En deze blush van MAC. En de kleur heet Desert Rose. En dan ga ik gewoon lekker in de blush. En doe ik een beetje de appeltjes. Zo. Enig beetje op de neus. En het overgebleven wat op de kwast zit, ga ik ook weer langs mijn voorhoofd. Om dus dezelfde warmte weer terug te brengen. Overal. In je hoofd. Op je gezicht. En omdat ik een vette huid heb, wil ik natuurlijk niet te veel glimmen. Maar ik vind een beetje glans wel heel erg mooi. Daarvoor gebruik ik dit kleine kwastje van Jane Iredale. Gebruik ik voor highlighter. En dit is dan de Catrice Highlighting Eyeshadow. Dit is een oogschaduw. En het staat gewoon op Highlighting Eyeshadow. En het is in de kleur 050 Diamond Dust. En ik vind het wel mooi om een beetje shine aan te brengen. Want als ik ga glimmen, dan is het vaak hier. En mijn kin en mijn voorhoofd. En ik gebruik alleen een beetje highlighter hier. Dit doe ik echt sinds kort weer. Dit zou ik echt nog een maand geleden echt nooit doen. Want oh my god, ik moet mat blijven, want ik heb een vette huid. Maar ik merk dat ik dat in de zomer weer erg leuk vind. Dat je een beetje... beetje shine hebt. Een beetje een gezonde glans. Hou je mond, Siri. Tadaa. Ik moet echt heel subtiel, want ik hou echt niet van een dikke highlighterstreep. Maar dit vind ik gewoon echt heel mooi. Gewoon a little bit of a glow. Pretty. En een beetje op de neus. Wel leuk. Tada! Pretty. En nu haal ik jullie denk ik even iets dichterbij. Want ik ga een ooglookje doen. En daarvoor gebruik ik dit
mijn favoriete paletje. Dit is het Chanel Lash for Ombres paletje. Er staat geen kleur of iets op. Ik weet dat je deze paletjes wel in meerdere varianten hebt. Maar ik heb dan met deze natuurlijke tinten. En volgens mij heb ik dit in de vorige week vlog ook wel uitgelegd. Of ik heb dat weer gedroomd. Of dat bedenk ik me nu. Maar volgens mij heb ik dit een keer eerder verteld. Ik gebruik eigenlijk daar ook één schaduwkast voor. Dat is deze van de Bougie Shop van de Villa Camilla set. En die is wel heel erg gebruikt zoals je kan zien. Want de hele... Nou, het is wel een beetje afgegaan. Dan ga ik in het allerlichtste bruine kleurtje. En die zet ik gewoon hier aan. In de arcadeboog. En dat hoeft niet allemaal heel perfect en prachtig. Dat zet je gewoon hier zo aan. En dan zie je dat je weer wat warmte hebt bij je ogen. Vind ik echt super mooi. Dan ga ik in de donkerste bruine kleuren. Dit is een rode tint. Maar die gebruik ik niet. Ik doe een beetje een combi van de donkerste bruine kleuren. En die tik ik ook goed af. Want zoals je ziet komt er veel pigment vanaf. En die zet ik een beetje in de buitenste ooghoek. Voor wat schaduw en wat diepte. En zoals je ziet komt er echt heel veel pigment vanaf. En dit blend ik gewoon lekker samen. Het is echt al 2:30 en ik moet nog lunchen. Ik heb ook best wel honger. En zoals je ziet heb je echt, als ik mascara zo meteen op heb, je ziet echt bam, die ogen vind ik echt mooi. Zo. En that's it. En dan pak ik deze van Catrice. Het is ook een los oogschaduw. En dit is in de kleur 330 Cheeky Peachy. Je kan hem ook gewoon als highlighter gebruiken. Maar ik gebruik hem op mijn ogen. En dan pak ik zo'n puntig oogschaduw kwastje. Dit heb ik gewoon gekocht van een set op AliExpress. Gewoon zo'n oogschaduw kwast setje. En daar zat deze ook bij. En die doe ik in mijn binnenste ooghoek bedoel ik. Voor een mooie wakkere blik. Dit doe ik echt niet elke dag hoor. Dat doe ik gewoon nu omdat ik lekker gebolen en op stap ga. Dat is echt vanavond pas. Ik doe echt nu al mijn make-up. Maar goed, ik moet ook nog boodschappen doen. Dit doe ik hier in mijn ooghoek. En het resterende product breng ik een beetje aan hier bij mijn wenkbrauw. Zodat je echt lekker die hebt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Pak een beetje hier. Zo. Dan heb je echt lekker een beetje glowy, leuk lookje. En je ooghoeken die poppen er lekker uit. En als laatste gebruik ik mijn all-time fave mascara. De Pure Volume mascara van Catrice. Dit is echt amazing. Volgens mij heb ik nu echt qua tijd met echt deze paar shots. Ik heb even ene dag al een hele week vlog gevuld. Maar ik dacht, ja jongens, ik moet wel even iets qua opvulling hebben. En ik had natuurlijk maandag en dinsdag niet gevlogd. Dat is één oog. En dat zijn twee ogen. Dus ja, dit is eigenlijk de look. Laatste stapje wat ik dan nog doe is gewoon van die make-up doekjes. En dan haal ik eigenlijk het resterende product allemaal even van mijn lippen af. Zoals je ziet zit er foundation op. En dat vind ik gewoon... Ik zeg last but not least, maar ik heb nog twee producten te gaan. Dat is mijn lipproduct
En mijn fixing spray. Maar goed, hè. En zo zie je dat je lippen van jezelf al best wel een mooie kleur hebben. Want dit zijn mijn eigen lippen. Dus lippenbalsem en you're good to go. En dat heb ik dus nooit geweten. Altijd dacht ik, oh, dan heb ik witte lippen. En dan ging ik altijd lippenstift doen. Terwijl er zat gewoon make-up op. En dat moet je gewoon even eraf halen. Nooit geweten. Nou ja, tot ongeveer een paar jaar terug. Mijn lipproduct wat ik gebruik is ook echt, oh my god, dit ga ik forever gebruiken. Haal dit nooit uit je assortiment. Dit is echt wat ik als ik 80 ben nog gebruik. Dit is de Clarins Lip Olie in de kleur 08 Strawberry. En dit ziet er heel heftig uit, maar het is heel natuurlijk en heel mooi. En oh, het is amazing. Het plakt niet. Je krijgt er geen vieze lijntjes van. Het is geweldig. Het is echt om te gillen. En deze ging best wel een beetje viral op TikTok. Alleen niet deze kleur. Volgens mij ging toen de kleur cherry helemaal viral. Dit zijn best wel veel kleurtjes. Maar cherry vond ik persoonlijk zelf wat te donker. Want het scheen wel een beetje kleur af. Niet heel erg, maar wel een beetje. Dus daarom had ik 08 cherry gedaan. Strawberry. Meid. En jullie staan nu weer een beetje verder weg. Want mijn laatste product is mijn favorietje. Mijn fixing spray van Make Wear Lotion. De Matte Fix. Die spray ik lekker over het gezicht heen. En vervolgens waai ik hem droog met mijn waaier van de HEMA. Wel een beetje bang hiervoor. En dan is dit de final look. Dit is ook wel een beetje wat ik iets dagelijks doe. Maar nu heb ik ook wel een beetje iets extra's gedaan voor het bowlen. Dus ja. Bijna vergeten. Ik heb nog een hele leuke unboxing voor jullie. Die kwam net ook binnen. Het is van Sophia May. Pretty. De verpakking alleen al is gewoon om te janken. Deze hele customer journey experience is gewoon een 9 plus moment. Als je weet waar ik het over heb. Hey, als je niet weet waar ik het over heb. Ga marketing studeren. Het is geweldig. Dit heeft Monica heel goed gedaan. Dit is open. Er staat een quote aan de binnenkant. En dan heb je papier. Gooi het lekker uit. En dan zitten hier de 2 producten in. Dit is niet gesponsord. Dit is alleen gesponsord bij mijn lieve zus. Zij heeft dit voor mij gekocht. Als, ja, gewoon, ja, het heeft het maar gekocht. Het zijn de 2 producten. Ik heb de Majestic Mist Dry Shampoo voor Heavenly Hair. En de Goddess Glow Body Oil voor Seductive Shimmer. Ik had net de body olie al een beetje getest op mijn hand. Want ik kon niet wachten. Dus dit is niet een hele first impression. Maar ja, ik had het al een beetje gezien. Ik had ook wel al even wat op- en aanmerkingen. Want ja, ik had dus dit getest. En zoals je ziet zit er geen dop op. Dus als je dit terug in je tas stopt, moet je hem heel heel goed afvegen. Want zelfs nu doe ik dit. Ik zet er gewoon even aan. En er komt gewoon nog product af. Dus dan moet je dit misschien even in een zakje doen. Of in een aparte afgesloten vak van je tas. Want anders gaat je hele tas eronder zitten. En dat is oprecht niet heel erg handig. Maar als je het gewoon in je badkamerkastje zet, is het prima. Maar mocht je het willen meenemen, kijk daar wel even mee uit. Want anders zit je hele tas eronder. Ik kan gelukkig niet gaan pompen, want ze heeft wel zo'n veiligheidsding eromheen gezet. Dat is zo'n, ik krijg het niet af, ja. Zo'n ringetje die hier omheen doet, zodat hij niet pompt. Maar hij was heel erg lekker vettig. Het enige wat ik ook nog erop aan te merken heb, is dat ze misschien wellicht een kwast erbij kon doen. Want ik heb dus net wel gedoucht, dus bij mij is het wel eraf. Maar ik had dus mijn arm ingesmeerd en het was heerlijk. Het was prachtig.
En toen ging ik mijn handen wassen en de hele hand zat onder de glitters. En toen ging ik mijn witte bed verschonen. En mijn hele witte bed zat onder de bruine glitters. Dus ik denk dat je echt een paar keer goed je handen moet wassen. Ik heb nu dus gedoucht, dus het zit er niet meer op. Maar voor de rest, prachtig product. Ik denk dat ik hier wel even een kwast voor ga pakken. Want ik wil niet weer mijn handen vies hebben. Maar, even kijken hoor. Ik doe een klein beetje op mijn pols. En kijk, dit is dus wat ik bedoel. De hele pompflacon. Ja, en dan veeg je het wel af. Maar het blijft erin zitten. En dat is gewoon niet handig voor als je hem eventueel in je tas wil doen. In je strandtas. Want ik denk echt dat dit een ultiem goed product is voor de zomer. Ik pak even een kwast. Het geeft een hele mooie bruine tint. En moet je nagaan als je echt lekker bruin bent. En je smeert het lekker op je benen. In de zomer. Of je gaat op stap en je doet het lekker hier bij je borstkas. Oh. Want de glitters zijn heel subtiel. Het heeft een hele lekkere geur. En er zit geen parfum in, heb ik al gezien. Geen alcohol. Dat zijn ook hele goede ingrediënten die ze heeft gebruikt. Dus dit is dan de shimmer. Ik ga even mijn zaklamp erop schijnen. Ik hoop echt dat jullie wat zien. Tadaa! Oh my god, wacht, ik ga bij het beeld. Waarschijnlijk zie je helemaal niks op camera, maar het is echt heel erg mooi. Echt heel erg mooi. Het geeft ook niet vettig af. Alleen de glitters geven wel een beetje af. Dus ik heb het nu toch weer aan mijn hand. Maar als je voelt op je benen, dit smeert is echt amazing. En ik heb dus de Dove shampoo. Die had ik nog niet getest. Dit is wel een first impression van de droog shampoo. Ik ga dit echt op vakantie gebruiken. Als je lekker s'avonds uit eten gaat. Je bent lekker net naar het strand geweest. Goed schudden. Even kijken. Dry shampoo voor hair, full of luster, shine en softness. Blablabla. Absorption, oil, blablabla. Kan ook als volumespray gebruikt worden. Want ik heb dus net mijn haar gewassen. Dus we gaan even kijken hoe dit zit. Oh, wat ruikt het lekker. Mijn haar is hier nog te nat voor. Ik kan dit nu nog niet testen. Mijn haar is hier nu... Wat ruikt dit lekker. Hier heb je wel alcohol in, maar dat is in principe helemaal geen probleem. Ja, het is een droog shampoo, er zit altijd alcohol in. Oh. Oké, nou ja, voor op nat haar. Ik ben niet ontevreden. Ik denk wel echt dat je dit even in combinatie met wat feunen moet doen of op droog haar. Maar girl, that volume. Love it. Ja, ik ben zeker helemaal tevreden over deze producten. Ik ben er echt heel erg blij mee. Gebruik mijn code Babette voor... Nee, was het maar zo'n feest. Ik had wel op mijn verhaal gedeeld. En toen hadden ze gereageerd van... oh, bedankt dat je dit op je socials deelt. En ik dacht zo... Ja, ik deel het ook in mijn vlog. Zo van... Put me on your PR list, honey. Put me there. Maar goed. Ik ben helemaal blij. Oké, maar het is droog. En ik ga zo meteen bowlen. En ik heb nog even die volumespray erin gedaan. Dus even die geur is echt... Ontzettend lekker, maar het volume is echt. Is echt heel erg mooi. Het geeft zeg maar vorm aan je haar en een beetje textuur. Ik vind het echt. Echt heel erg mooi.
Een hele goede morgen en welkom bij vrijdag. Gisteren was het natuurlijk donderdag en gisteren had ik dus die barbecue. En dat was zo druk de hele dag, dus ik heb gewoon niet kunnen vloggen. En ik was ook met een aantal mensen die wouden ook niet op beeld. Dus dacht ik, ja, wat moet ik dan filmen? Dus ja, het was heel gezellig, superleuk, lekker gegeten, drukke dag. Veel voorbereidingen moesten we doen, boodschappen moesten we doen. Alles moest nog voorbereid worden qua de hapjes. Druk. Vandaag is vrijdag en ik ga vanavond naar de Elvis movie in de bioscoop. Elvis Presley, super veel zin in. En ik ga dus nu eerst even boodschappen doen. Oké, ik maak weer een heerlijke pasta vandaag. Pasta met spinazie, met kip en met heerlijke boursin als saus. Mocht je hem niet kennen, zoek ook weer even op TikTok boursin pasta. Pasta. Krijg je weer een heel lekker receptje. Alleen met spinazie koken, dat is zo vervelend. Want het duurt zo lang voordat het klein wordt en niet alles past tegelijk in de pan. Dus je moet de hele tijd wachten. Maar goed, spinazie is echt het allerlekkerste wat er is. Alleen het duurt en het duurt maar. Dat is altijd wel een beetje jammer. Maar goed, dit is wat ik heb voor dinner. Nou, de spinazie is inmiddels een beetje geslingd. En ik heb nu één zo'n blokje boursin erbij. Even kijken hoe dat zich ontwikkelt. dus ik heb een beetje kip. Die kip heb ik gekruid met Italiaanse kruiden, oregano, peper en zout. En ik heb een bosui erin en een normale ui. Zo'n uienmix van Albert Heijn, zo'n zakje. En dan is dit eigenlijk je pasta saus. Ik denk wel dat het andere klein blokje er ook bij moet. Want anders heb je niet echt saus. En dan gooi je eigenlijk de pasta erbij. En dan heb je een heerlijke pasta. Ik begin eigenlijk echt zo'n kookkanaal te worden. Maar ik hou echt intens van koken. Dus. Die is misschien ook alweer genoeg. Moet even kijken. Maar. Dit is een heerlijke pasta waar ik dus vandaag 2 dagen van kan eten. Delicious! En dan is dit het eindresultaat. Ik heb iets te veel pasta erbij ingegoten. Want die spinazie verdwijnt een beetje. Het zakt allemaal een beetje wat naar de bodem. Ik probeer het heel erg omhoog wat te halen. Zodat je niet zo meteen opschept en gelijk alle vulling is weg. Maar gelukkig is de pasta nu helemaal lekker in de saus getrokken. Dus dan heeft de pasta op zich van zichzelf ook al een smaakje. Maar ik ga lekker eten en daarna naar de bios, naar de Elvis Presley film. Dit krijg je gewoon echt niet uit elkaar. Spinazie, het is echt. Het is zo lekker, maar zo lastig om mee te koken. Welkom bij zaterdag en ik ga vanavond op stap en ik ga mijn haar even doen. Ik gebruik de Sils Volume Prep Mousse en ik gebruik de geweldige volume spray van Monica Geuze, de Sophia May Majestic Mist Dry Shampoo en volume spray. Dus yay, ik ga even mijn haar doen. Dit is de outfit, een one shoulder top met deze hele leuke lila flare broek. Echt helemaal zin in. Een hele goede morgen is eigenlijk en welkom bij zondag. Het is nu 4:15 ochtends en ik fiets naar huis alleen. Ik fiets eigenlijk altijd alleen. Even kijken.
helemaal niet erg. Lekker rustgevend. Eigenlijk maak ik altijd dat ik naar huis fiets mijn eindshot voor mijn vlog. Want ik weet gewoon dat ik morgen wakker word, moe ben en wil gaan editen. En dan heb ik geen zin om nog een eindshot op te nemen. Maar ik ben het heerlijk op stap geweest. Ben ik rond een uurtje of 8 bij mij. En toen gingen we ongeveer rond. We waren rond 9:30 in de stad. En toen hebben we lekker gedanst. Heerlijk was dat. Echt heerlijk. En net hebben we daarna wat gegeten. En nog even heerlijk een stadswandeling gemaakt. Om, hoe laat was dat? 3:30. Tot ongeveer, nou ja, net. En ik fiets nu lekker naar huis. Ik ben eigenlijk helemaal niet moe. Gek is dat, hè? Zeg maar, ik keek altijd best wel op tegen dit moment van op stap gaan. Want ik wist gewoon, ik ben een ochtendmens. Ik hou dat niet vol. Dat zijn niet mijn tijden. Ik word hartstikke beroerd met gedachten alleen al. En kijk mij nou. Het is bijna 4:30. En deze meid is nog fris en fruitig. En ik heb geen druppeltje alcohol. Want zoals de meeste van jullie weten, ik drink geen alcohol. Ik gebruik geen drugs. Ik zit gewoon heerlijk de hele avond aan de groene ijsthee. Dus ja, ik voel me echt kip lekker. Misschien komt dat wel als ik meteen in bed lig. Dat ik denk, pff. Maar goed, ik ga heerlijk slapen zo meteen. Het wordt al zelfs een beetje licht. Het loopt al bijna naar 5:30. Het wordt serieus licht. Ik zie letterlijk daar de zon opkomen. Gewoon zeg maar dat die donkere wolken verdwijnen. En dat zeg maar de lichte wolken komen. Snap je? En dat dan komt zeg maar de zon. Ik ken het. Maar goed jongens, dat was een beetje een gekke vlog deze week. Ook omdat ik er gewoon even niet lekker in zat. Maar ik hoop dat jullie alsnog van deze vlog genoten hebben. Mocht je nou wel genoten hebben van mijn heerlijke leven. Dan geef vooral een duimpje omhoog. En vergeet ook niet te abonneren als je geen enkele vlog wil missen. En dan zie ik je heel graag volgende week weer. En tot volgende week. En bedankt voor het kijken.